Ik zag zo van die Amerikaanse YouTubers en ik dacht dan, oh, ik wil dat ook wel doen, maar is dat wel zo bekend in België? Hallo iedereen, ik ben Just Jade en dankjewel voor 50.000 subscribers. Ik denk dat mijn sterkte is dat in België niet zoveel vrouwelijke YouTubers zijn. En als er dan wel, alleen de vrouwelijke maken vooral beautyvideo's en dat doe ik helemaal niet. Denk eind december, toen ik al iets meer dan een jaar bezig was, had ik er 1000. En dan pas in 2017 is dat echt heel hard geboost. Door mijn Omegle-video, die is viraal gegaan. Ja, dat was dus al een peet. Dat ik echt nooit had verwacht dat dat een video die ik snel op woensdag had geüpload. En dan die is helemaal viraal gegaan. Ik ging online naar vuile mannen zoeken die op internet naar kleine kinderen zochten. En ging dan onderzoek doen van hoe ver zouden die gaan. En die dan filmen op camera. Oké, dat was een penis. Mijn mama heeft niet zo raar dat ze in de video komt. Mijn papa is wel een paar keer in vlogs geweest, maar mijn vriend die speelt wel vaak mee in video's. En mijn zusje ook, omdat hij dat heel leuk vindt. Ik heb ooit een echte prank gedaan op mijn mama, maar die mocht nooit online komen. En ik heb mijn mama dan verteld dat ik zwanger was met een zwangerschapstest erbij. En mijn camera achter kleren verborgen. En het was goed gelukt, maar je mag niet online. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Elke maand word je betaald en dat hangt er vanaf hoeveel views je per maand binnenhaalt. Dus dat is nooit een vast bedrag. Dat is heel onregelmatig wel. Ik denk dat er ook wel Belgische YouTubers binnenkort gaan zijn dat ook echt ervan voltijds van gaan kunnen leven. Zeker in het begin van YouTube moet je heel veel investeren om te kunnen groeien, om de kwaliteit te verbeteren. Maar na een tijd ga je dan ook aanbieding krijgen voor samenwerkingen. Daar verdien je dan geld mee en dat geld kan je dan terug in spullen steken om de kwaliteit nog hoger te brengen. Ooit kreeg ik een aanbieding om schoenen te testen, maar ik dacht van dat is helemaal niet mijn content en ik denk niet dat mijn kijkers daarop zitten te wachten, dus ik heb vriendelijk nee gezegd. Ik ben echt in een super grote snoepwinkel. En kijk wat ik heb gevonden! Een lolly bij mijn naam. Als beginnende YouTuber zou ik heel goed letten op wie dat je wil zijn. Hoe dat je wil overkomen op camera, dat je echt zo een ding hebt van oh, dat is van mij, want ik heb bijvoorbeeld mijn intro met mijn handen. Dat heb ik in het begin al gedacht van ik moet iets hebben waar dat mensen mij aan herkennen, ook mijn dotjes. Dat je zelf echt in een soort van personage steekt, dat je wel jezelf blijft, maar dat je denkt van dat mensen je herkennen aan iets. Van oh, dat is dat meisje van dat YouTube-kanaal, die doet zo'n video's. In het zesde ben ik daar wel mee uitgelachen geweest, omdat ik dan YouTube deed, oh, die maakt filmpjes super raar. Maar alleen nu in deze richting vinden ze dat wel normaal. Als je deze video nu leuk vond, vergeet dan zeker een like. Als ik mijn zus van school ga halen, dan word ik vaak herkend. Ja, het shoppingcenter, dat gebeurt ook vaak daar. Maar in mijn buurt valt dat heel goed mee. Ik kan nog rustig over de straat lopen. Maar we zijn nu aan het vloggen. Ja, okay. En dan kun je jezelf zien. Ik zie het. Ja. Ik doe vaak winacties, dat ik dan met kijkers naar de cinema ga. En dan is het altijd een beetje gênant om daarmee te communiceren, met die niet veel durven vertellen. De status van bekend zijn is wel een beetje raar, omdat je zelf niet doorhebt dat je een voorbeeld bent voor anderen. Dat is wel heel chic om dat in te zien. Maar als er zo mensen heel zenuwachtig worden, als die naar mij komen, ik snap dat niet. Want ik ben ook maar gewoon een meisje dat video's maakt.